Deze video gaat over de conjunctuur van de economie. De conjunctuur van de economie wordt bepaald door de bestedingen. Dus eigenlijk hoeveel geld er wordt besteed. Want je kan je voorstellen als we geld besteden aan bijvoorbeeld consumptie. Of bedrijven kopen nieuwe machines, dus die doen investeringen. Dan moeten er dingen worden geproduceerd. En dat zorgt voor een hoger BBP. En op die manier komen we in een hoogconjunctuur terecht. Want wanneer spreek je nou van een hoogconjunctuur? Daarvan spreek je als de groei van het BBP, eigenlijk de economische groei in een jaar, boven de gemiddelde groei over een langere periode ligt. In Nederland ligt de gemiddelde groei tussen de 2 en 3% per jaar. Dus dat betekent dat het BBP zo gemiddeld 2 tot 3% per jaar groeit. Zitten we in een jaar bijvoorbeeld op een groei van 4%, dan zitten we dus boven het gemiddelde en dus in een hoogconjunctuur. Zitten we onder die 2 à 3%, dus bijvoorbeeld op 1% groei, dan hebben we nog wel groei, maar onder gemiddeld en dan spreek je van een laagconjunctuur. Een laagconjunctuur heeft als kenmerk dat er bijvoorbeeld veel werkloosheid is, of in ieder geval dat de werkloosheid toeneemt, dat de inflatie afneemt en dat de bestedingen dus eigenlijk onder het gemiddelde zitten. Tot zover deze video over de conjunctuur van de economie. In de volgende bespreken we de structuur. Tot later, succes met leren. Doei!